Schepen, ik weet niet of ze er al zijn, de gemeenteraad zijn, bestuur, weten. Vrienden en leden van het Mentebolletje. We zijn er weer, na 2 jaar noest klotsen voor ons thema Kant aan Zee. Dank aan onze Antoon, die nog altijd met veel ijver ons paneel ontworpen en uitgewerkt heeft. Hij fluisterde al in mijn oor, wat gaat het volgende thema zijn, bij 2 jaar? Dus je wil nog tekenen, hè, voor bij 2 jaar. Ja, goed. Ja, het is onze 40ste tentoonstelling. En we zijn 45 jaar jong. Je ziet waar we blijven jong, hè? In onze geest en vingers. Om er telkens iets moois van te maken. Mijn dikke klasseur met menig patroon is dikwijls opengeslagen geweest. En met de vraag, heb je nog iets? Of is er nog het wanneer? En vandaar het mooie resultaat, hier de mosselpot. Met een beetje fabrie achterdeel. We wasten de Groothuis, Walter Groothuis. We wasten de mossels, we plakten ze te horen en met de allerfijnste kantsoort beige moest je ieder deeltje 2 maal klossen voor 1 mossel. De allerfijnste kantsoort en voorzichtig toegenaaid. Ken de dames in feite vele werkbezorgd en een beetje gestresseerd, hé? Tegen de tijd, maar het resultaat mag er zien. Puikwerk, zoals de strandzetel dat je hier achter me kunt zien, kan niet veel bewegen, want mijn neven werkt, hé? Mag er zijn. Puikwerk, zoals de strand, ook een unicum. De waaiertjes, de vissen, de aquarium, onze mooie kaders. Geniet er maar allemaal van. Allemaal zeer wel bedankt. Zonder jullie samen te leven zou het nooit lukken. Ook de mensen, vrienden, mannen en vrouwen achter de schermen. En allemaal die iets uitgeleend hebben of zo. Om de tentoonstelling op pootjes te zetten. Zo, het is een korte speech dan doen. Van de avond. Zo, lieve mensen, mag ik er voor straks vragen geen glaasjes op iets te zetten. En nog een puntje, ik reken op jullie vrijgevigheid voor straks in de centjes boventoon voor onze, oh ja, maar niet zeggen, arme leden, onze clubkassen te spellen. En dan laat ik het graag een woord aan onze lieve schepen van cultuur, Cathy Cameroen. Kort en goed. Hè? Dat zal bij mij ook zo zijn. Lieve voorzitter, lieve leden van het Mentebolletje, iedereen hier aanwezig. Ik ben altijd ongelooflijk blij als schepen van cultuur en erfgoed. Wacht, maar nu moet ik echt een leesbril hebben. Sorry. Dat gaat veel beter. Om bij de opening van een tentoonstelling aanwezig te mogen zijn. Het is altijd zo waardevol om binnen onze leefgemeenschap enthousiaste verenigingen zoals jullie te hebben, die met hart en ziel, met passie en toewijding, ambacht en traditie levendig houden. De 40ste tentoonstelling is opnieuw het bewijs van hun vakmanschap, creativiteit en liefde voor het vak. Het thema voor deze tentoonstelling is Kant aan Zee. En ik ga toch een kleine anekdote vertellen. Mag dat? Ja. Mag dat? Het idee voor Kant aan Zee kwam door de recente nieuwe tandartspraktijk Tand aan Zee. Dus, Dus Kant aan Zee was geboren en uiteindelijk, de zee blijft altijd inspireren. De krachtige schoonheid en mystiek van de zee is al eeuwenlang een bron van inspiratie voor vele kunstenaars. En nu ook voor de leden van het Mentebolletje. Straks kunnen jullie alle mooie werken bewonderen, want het is echt fantastisch wat ze weer gerealiseerd hebben.
Jullie aanwezigheid ook op vele erfgoedevenementen, zoals ook net op de voorbije havenfeesten, wordt bijzonder gewaardeerd. Jullie brengen de magie van kantlossen dichter bij het publiek. Door jullie kennis te delen en jullie passie door te geven, hoop ik echt van harte dat deze kunstvorm nog voor vele generaties behouden blijft. Elk klosje, elk patroon, elke draad vertelt een verhaal dat verweven is met onze geschiedenis en identiteit. Dank je wel voor jullie ongelooflijke toewijding en inzet. Ik wens jullie een prachtig 10-daagse tentoonstelling toe met veel bezoekers, dames, klos erop los en santé. Bij deze is het... Ja, dat is een goede stap. Het is een goede stap. Het is een goede stap.